Kijk eens hoe prachtig die reest, dat riviertje zich hier een weg baant door dit landschap. Net even een stukje buiten Balkbrug. Natuurlijk fantastische natuur. De vraag is wel of dit dan ook meteen Natura 2000 gebied moet worden. Extra bescherming moet krijgen met alle gevolgen van dien. Maurits von Martels, het Kamerlid van het CDA, vindt in elk geval van niet. Slecht idee, verontrustend ook. Ik zou zeggen, laten we eerst eens even kijken in hoeverre zijn we goed bezig met die Natura 2000 gebieden. Want als je over de afgelopen jaren even terugkijkt, dan zie je bijvoorbeeld dat er heel veel ontbossing heeft plaatsgevonden. Dat zijn allemaal zaken waar je eerst even op terug moet kijken of het wel goed gedaan is. En ik heb het antwoord al, dat valt wel te verbeteren. Ja, wat zonder dan zo'n groot onderzoek van vogelbescherming, heel veel tijd, energie, kennis wordt daarin gestoken. Maar eigenlijk zegt u van, op dit moment in de ijskast en misschien vinden we het ook nooit meer terug. Inderdaad, dat zeg ik. Want het gaat om zo'n groot gebied met zulke grote gevolgen ook. Ook voor de landbouw denk ik. Ik denk niet dat de landbouw daar direct bij gebaat zal zijn. Twee dingen vallen echt op als het gaat om die nieuwe potentiële Natura 2000 gebieden. Dat is de omvang van de gebieden. Hier, dit Reesdal, daar gaat het om bijna 50 vierkante kilometer. En even verderop in Slagharen, bij de vloeivelden, om ruim 80 vierkante kilometer. Dat zijn forse gebieden. In vergelijking, de Kop van Overijssel, de Werribbewiede, het grootste Natura 2000 gebied van de provincie, is ruim 100 vierkante kilometer. Bovendien liggen deze nieuwe potentiële Natura 2000 gebieden midden in landbouwgebied. Daar krijg je natuurlijk weer opnieuw een hoop gedoe van. Zou landbouw en natuur veel meer samen moeten werken. En als ieder zijn eigen plannen gaat ontwikkelen, dan kom je nooit samen en krijgt de polarisatie, die nu ook in de politiek plaatsvindt, steeds grotere voet aan de grond. En dat is juist iets waar we ver van weg moeten blijven. En als we het over vogels hebben, laten we dan de weidevogels propageren. Laten we zorgen dat die weer terugkomen. En dan zal de landbouw zich moeten aanpassen, dan zal de natuur zich moeten aanpassen. Maar laten we daarna gaan streven. En laten we niet allerlei bijzondere plantjes en hele bijzondere vogels, die hier waarschijnlijk toch geen kans van slagen hebben, om die terug te krijgen. Dat is wel een stevige uitspraak. Hè? De korhoen bijvoorbeeld, die moeten we definitief laten gaan. Ik zeg niet dat we iets definitiefs moeten laten gaan. Maar we moeten wel kijken van welke natuur willen we hier ontwikkelen. En daar is de afgelopen jaren zeker iets fout gegaan.